Hamdawi. Krijgt de bal naar voren. Nou, dan is het raak ook meteen. Is het doelpunt daar van Boeren. En leidt Twente. Dat gaat wel heel makkelijk. Ja, natuurlijk ook naar Hamdawi toe. Die treffer helemaal mogelijk maakt. Ziganik loopt mee, maar doet niks. Sambisa doet niks. En ja, echt helemaal niemand bij Boeren. Van Wermerskerken. Geen Roberta. En geen herkansing. En dan een behoorlijke counterkans voor Twente. Het is 4 tegen 4. Twee mensen van Cambuur sprinten nog om daarbij te komen. Maar het blijft in eerste instantie 4 tegen 4. Dan is de loopactie van Hamdawi goed. En is de redding van Maus dat dus ook. Schilder. Van Wermerskerken vangt op. Weer lichaamsschijnbeweging. Jansen. Kap en dan voorgeven. Ja, en die zit er niet in. Want Trommel met een geweldige reflex. Om daar nog maar eens de treffer van Molen te voorkomen. Stapje van Hamdawi. En dan een vrije trap voor Boeren. Die wordt geraakt door Steenvoorde. Ergens bij de Achillespees zo te zien. Hij kan vanaf die plek rechts en linksbenig wel worden getrapt. Het wordt hard. En, oh, die zit er wel in ook, Hamdawi. Gewoon hard en rechtdoor. Geweldige vrije trap van een van de betere vandaag bij Twente. Slotfase van het seizoen. Laat Hamdawi zich zien, dat is duidelijk. Een heerlijke streep. Rechtdoor, hoppakee. Sambisa. Midden is onder andere Jansen. Ja, die krijgt de bal ook alle tijd om uit te halen of om mee te geven. Calon moet dan voorgeven. Ah, hij schiet zelf. Kan natuurlijk ook Roberta nog tegenaan lopen. Maus. Lijkt toch te veel last te hebben. Dan krijgen we dus een debutant op zijn 22e, Pieter Bos. En voor vandaag is het een beetje vervelend. Maar de vraag hoe ziet hij eruit ten opzichte in aanloop naar die play-offs is hij veel belangrijker voor Cambuur. Terwijl de grondvesten gaat staan voor de kampioen. Terwijl Zegnini nog maar eens laat zien hoe goed hij kan voetballen. En nog maar eens. En ja, dan maakt hij hem alleen niet af. Molen legt klaar. Schilder nog maar eens proberen. Dat schot van... Nee, dat schot gaat er gewoon in. Ik dacht even dat hij van richting werd veranderd. Misschien licht, maar Schilder. De oudspeler van Twente maakte vorige week zijn eerste van het seizoen. Nu maakt hij dus uiteraard, dat begrijpt u, zijn tweede. En dat er net na die periode al die toren heeft gekregen dat hij moet vertrekken bij Cambuur. Molen. Echt weg is hij niet. En dan zit hij er nog in ook. En is daar het doelpunt van Roberta. En is het dus 2-2. Twente heeft dit volledig over zichzelf afgeroepen. Door er helemaal niks meer aan te doen in de tweede helft. Die willen nog wel een derde doelpunt ook. Maar dan wel van Twente. Maar hij komt er misschien wel van Cambuur. Ja, hij komt buitenspel. Vlag is omhoog. Oeh, ik vraag het me af. Ik vraag het me af. Daar is het te zien, daar is het te zien. Nee. Cambuur wordt hier de winnende onthouden. En zo wordt Twente gered door de arbitrage. Want het had hier eigenlijk moeten verliezen.